uren in de rij voor vuurwerk. Maak uw borst maar nat, want het wordt dringen dit jaar. Door de strenge wetgeving die sinds dit jaar geldt, is het aantal verkooppunten gehalveerd. Wachttijden van 3 tot 4 uur zullen volgens de brancheorganisatie eerder regel dan uitzondering zijn. De tijd dat je bij iedere feestwinkel vuurwerk kon kopen is definitief voorbij. Morgenochtend start de vuurwerkverkoop pas, maar de afgelopen dagen was het al topdrukte bij dit tuincentrum in Dordrecht. Met een voorraad van 25.000 kilo is het een van de grootste verkooppunten van het land. Zo, dit is de bunker. Hier staan de bestellingen in voor de eerste afhaaldag. Morgen worden alle bestellingen hier afgehaald. Er staan er ongeveer 900 in hier. Variërend van kleine pakketten, knalvuurwerk, grote sierpakketten, grote potten. Van alles wat. En dat wordt morgen allemaal afgehaald. De volgende dag wordt allemaal 's nachts klaargemaakt en die kunnen ze dan de dag daarna weer afhalen. Zo doen we dat 2 nachten achter elkaar. Leo Pap heeft flink geïnvesteerd om aan de nieuwe strenge eisen te voldoen. Bunkers zijn gebouwd, sprinklerinstallaties aangelegd en er is zelfs een eigen bluswatervoorziening. Maar het blijkt niet voor niets, want met 2000 bestellingen is het record van vorig jaar al gebroken. En ook vanmiddag kwamen er nog mensen om een partijtje vuurwerk te reserveren. Wat gaat het worden? Ik heb nog geen idee. Hij mag het helemaal zelf uitzoeken. Als het aan hem ligt, nemen we alle grote spullen. Maar u moet betalen? Ik moet betalen, ja. Ja, daar zit het ding in. Wat wil je voor vuurwerk? Ik wil zo graag een vuurpijlen, maar papa zegt dat ik kleinere moet. Toch kiezen de meeste volwassenen voor het duurdere siervuurwerk. Op 3 staan de grote vuurpijlen, op 2 de sierpakketten en op 1 de zware fonteinen. Vandaag maakt het ministerie van Vrom bekend dat ondanks de strenge regels 1/5 van het vuurwerk gevaarlijk is. Vrom keurt al het vuurwerk en die moet dat dus ook goedkeuren of afkeuren. Maar niet 2 dagen voor de verkoop zeggen dat het niet goed is. Ik denk dat er heel veel aan gedaan wordt door de winkeliers om het wel allemaal zo goed mogelijk te doen. En het vuurwerk is absoluut veilig gewoon. Vuurwerk in het buitenland kopen om de drukte te ontlopen is een riskante onderneming. Dit jaar is al meer dan 10.000 kilo in beslag genomen en dat is bijna de helft meer dan vorig jaar.